Ik ben Monique van de Stichting Wenselance en verzint van Landgraaf. Je komt van Landgraaf en ja, dan is het natuurlijk toch eigenlijk de logische vraag, die zult je ook wel verwacht hebben. Wenselance, wat is dat? De Wenselance is een wensambulance en vertoont de wens vervullen voor ernstig zieke, chronisch zieke en minder valide mensen. En dat kent bijvoorbeeld van hoe een hospice nog een keertje naar huis zijn om een boterham met pindakaas te eten, nog een voetbalwedstrijd, nog een verjaardag, nog een dierentuin, nog eens een keertje de zee voelen en proeven. Dat kent heel verschillend zijn, van een hele kleine, eenvoudige wens tot een ietsjes grotere wens, bijvoorbeeld een Adele, John Mayer. We hebben verschillende mensen. We proberen eigenlijk alles te bieden wat mogelijk is. En dat kent zo gek mogelijk niet zijn. We hebben een ouder heer gehad met een parachutesprong. En dat is eigenlijk als grapje begonnen en uiteindelijk heeft de meneer toch die parachutesprong gemaakt. Ja. En dat vond er helemaal het einde. Ja. Ja. Hier staat hij nu vandaag op deze dag prima, want nu kent je zich natuurlijk prachtig naar de buitenwereld presenteren. Hè? Zit er ook een ander doel achter van, wat komen er nog het vrijwilligers bij? Dat kent altijd. Er zijn altijd vrijwilligers welkom. En die kennen ook via onze website, kennen ze zich inschrijven en zo kent het ook met de wens aanvragen. Ik zeg altijd, voor hebben Facebook, op Facebook zien ze precies wat we doen en zo kennen ze ons gebied liken en verbreden. En dat kost niks en voor ons is dat juist heel fijn. Ja. Heel dankbaar werk. Ja, heel dankbaar werk. Ja, ja. Heel fijn om te doen.